weet het, maar hoe heet het? Dat is Jingus. Je hoort alleen het woord niet, je zegt Jingus. Je denkt hardop en brengt ze op een idee, maar het valt niet mee. Dinges, ja Dinges, ik hou het maar op Dinges en u kijkt naar de NCRV. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom hier in de studio. Dank u wel mevrouw. Goedenavond thuis, fijn dat u kijkt op de Dingersdagavond weer. Blij dat het weer zover is. Naar de derde aflevering van Dingers. En u weet het, we hebben al 5300 gulden voor het Ronald McDonald Huis bij elkaar gespaard. En dat is een applaus waard, vindt u ook niet? En wie hebben we dat gedaan? Een heleboel gasten uiteraard, maar ook onze vaste panelleden, dames en heren, Loes Haasdijk en Edwin Rutte. Jullie zitten weer zo gezellig met z'n tweeën. Leuk. Een heel mooi stel zo bij elkaar zou dat ook kunnen zijn. Maar Frank, ja? Jij ziet er beeldig uit. Ik... Weet je waar je op lijkt? Nou, vertel eens. Op een Italiaan uit de drooglegging. Weet je wel, zo gleufeld? Franco Mafmeijer. Mafmeijer. Mafiosi. Welkom, alle twee. We gaan er weer eventjes flink tegenaan vanavond, want we moeten een hoop geld vergaren. Dat weten jullie. Loes, we gaan snel van start. Jij gaat uiteraard weer met iemand samenspelen. Dus een heer in dit geval. Een hele bekende heer, ga je vast raden. Voor 250 gulden. Hij wordt omschreven door Janneke, Mireille, Jacqueline, Tamara, Tom, Martine, Miranda en Rick. En ik wens je heel veel succes. Dat is een soort president. Hij is een vriend van meneer Lubbels. Hij had een keer naast me gezeten en toen had hij sperps heel veel. Hij heeft geen auto omdat hij denkt dat de lucht dan te vies wordt. Hij houdt niet van zure regen, maar wel van sperps. Die is van het milieu, dat er niks vervuild wordt. Raar dat hij dan niet zegt van je mag geen papiertjes op de grond gooien. Of politie's neerzet als je dan een papiertje op de grond gooit, dat je dan moet boeten. Waarom doet hij dat dan niet? Meneer met een bolle toet. En die wil beroemd zijn. Ja, zo denken onze guppies er weer over. De vriend van meneer Lubbels, die vond ik wel leuk. Loes, vertel het eens. Hij houdt niet van zure regen, maar wel van sperrips. Kan niet mis eigenlijk, hè? Ed Nijpels. Ed Nijpels, juist. Welkom. Hartelijk welkom. Ja. Meneer Nijpels, hartelijk welkom. Neemt u plaats in Dinges. U weet, we spelen voor de Ronald McDonald huizen in Utrecht en Nijmegen. In dit geval twee nieuwe huizen waar wij de inrichting voor verzorgen. Ik heb me laten vertellen, u zit in het aanbevelingscomité van Ronald McDonald. Klopt dat? Ja, ik heb in ieder geval iets mee te maken. En ik ga ieder jaar ook altijd naar het diner toe wat daarvoor wordt georganiseerd. En waar we proberen een hoop geld bij elkaar te verzamelen. Ja. We hebben in de eerste aflevering professor Dr. Fauti hier gehad. Die eigenlijk het initiatief heeft genomen voor Nederland. Hoe kijkt u er tegenaan, tegen de Ronald McDonald huizen? Ik denk dat het van het allergrootste belang is dat er wat wordt gedaan aan ouders die zorg hebben over een kind dat ernstig ziek is. En daarom denk ik dat het heel goed is dat zo'n uitzending ook weer geld oplevert. Het gaat eigenlijk om zaken waar de overheid te weinig geld voor heeft. En als we daar met z'n allen wat aan kunnen doen, is het alleen maar heel veel complimenten waard. Wij doen in ieder geval ons best. Ook vanavond weer. Fijn dat u er bent. 250 gulden is er trouwens al verdiend. Alleen al omdat Loes geraden heeft met wie ze zou spelen vanavond. Dat was niet zo moeilijk. Ik zou graag met het meisje nog een keer sperrips gaan eten. Ja. Op dat diner misschien. Wie weet wat er nog eens een keer van komt. We gaan de 45 seconden ronde nu spelen. Loes heeft inmiddels bewezen dat ze heel goed kan voorlezen. Dan moet u alleen nog laten zien dat u goed kan raden. Heel veel succes. In de 45 seconden kunnen gaan lopen. Dokters hebben er boeken van. Het kan ook poeder zijn. Je hebt ze voor je hoofd en voor je buik. Het moet altijd met water. Als je ze opeet, dan maken ze je beter. Medicijnen. Medicijnen, heel goed. Je stopt er geld in. Ze staan voor in de hal en je kan er spelletjes mee doen. Je hebt ze ook met sigaretten. Onze auto is er zo een. Soms als je er een gulden in gooit, doet die niets. Ja, automaat. Het heb niks met katten te maken. Ik heb een rode en het is al bijna vol. Mijn moeder was de eerste die er wat in ging schrijven. Ik vind bloemenplank. Wij hebben er altijd heel veel met kerst. Het is jammer dat ze zo snel opgaan. Je hebt hele gekke vormen en ook allemaal kleuren.
Ja, hij zei het. Ja. Wat? Kaas? Ja. Heel goed. Nou, heel goed gedaan. Applaus, dames en heren. Dat zijn drie goede antwoorden. Moeilijk vaak, hè? Het is zo letterlijk. Het is zo makkelijk dat je het te moeilijk gaat maken. Ja. Jullie komen in ieder geval op 55. Dat is al 550 gulden. Een hele knappe score. Dan gaan we razendsnel naar het andere team. Edwin gaat uiteraard ook met iemand spelen vanavond. Zoals gewoonlijk een dame. Edwin, ook voor 250 gulden. Probeer te raden met wie je speelt. Zij wordt omschreven door Stefan, Bianca, Jacqueline, Saskia, Esther, Mandy en Linda. Veel succes. Ze is heel vrolijk. Je werkte bij Afro Service Salon. Mijn vader vindt hem wel leuk. Hij zit dol op Dolly Parton. Mijn vrouw komt altijd op de televisie. Dacht oranje haar. Maar ik ben niet zeker of ze een brilletje op had. Nou, dat lijkt me wel een gezellige vrouw, daar kan je mee lachen. Als het een gezellige vrouw is waar je mee kan lachen met zo'n brilletje zo, dan kan... En serversalon kan het niet anders dan Katrien de Keil. Katrien de Keil, ja. Juist dan. Ja, nou. Welkom, ja, Katrien. Ja, kijk eens. Mijn plaats op je. Zo. Dag Katrien, fijn dat je er bent. Serversalon, dat was. Hè? Inmiddels niet meer. Wat ben je op het ogenblik aan het doen? Ja, ik maak voor Veronique een ontbijtshow elke ochtend van 7 tot 9. Je bent er al mee bezig, druk mee bezig. Heel zwaar, elke ochtend, hè? Ja, dat is niet gering. Elke morgen om 4:30 op. Ik wou net zeggen, hoe ziet zo'n dagje eruit dan? Ja. 4:30 op en dan? En dan 5 uur in de studio. Ja. En dan de laatste nieuwsdingen doornemen. En dan om 7 uur op de antenne, hè? Zoals het is live dus? Ja. En dan zo eruit zien en elke ochtend om 4:30 eruit? Dat is toch een wonder, vind je ook? Dan nu de 45 seconden ook voor jou in de tijd die kan gaan lopen. Het is een soort glas. Het is doorzichtig, maar je ziet er allemaal kleuren in. Je hebt ze ook, die zijn nep. Ze zijn heel erg mooi en heel erg duur. Je hebt er ringen en kettingen van. Ja, is goed. Daar kan je iets aan hangen. Die van mijn vader ligt in de schuur. Je hebt er brood voor nodig. Mijn is van hout, ja. Als het warm wordt, dan smelt het. Mijn zus doet aan de lijn, dus die eet het niet. Chocola. Je hebt er ook koek van. Je doet het op iets, maar je doet er ook weer iets op. Je gebruikt het voor te koken. Boter. Ah. Er komt muziek uit in het groot. Dat is alleen op zondag. Je hebt ze ook voor je mond. Het is net zoiets als een piano. Het maakt mooie muziek. Het maakt mooie muziek in de kerk. Oh, het maakt mooie muziek in de kerk. Een orgel. Ja, het is net zoiets als een piano, een kunstgebit hier met die zwarte toon. We rekenen er in ieder geval 3 goed voor je, Katrien. Dat betekent 55, komen jullie ook, 550. Ieder, dames en heren, een groot applaus voor de beide teams. En wij gaan naar de ABC-ronde. De ABC-ronde. We weten het, 3 omschrijvingen van een woord. A, B en C. 25, 10 en 5 punten. Het gaat dus van moeilijk naar makkelijk. We beginnen bij Loes en de heer Nijpels. Met de A-omschrijving van het eerste woord wordt gegeven door Jacob. Is een hartstikke lief kereltje, 6 jaar is die. Hij is alleen nog een beetje warrig. Let op. Nou, dan is dat heel hoog. Want dan was hij heel hoog. En dan moest je vragen. Dan stonden op het eerste vakje altijd vraag. En dan stond er daarachter wat het allemaal zou kunnen zijn. Maar toen kon ik het steeds, want ik vond het maar makkelijk. A, B, C of D. Dan moest je op een knopje drukken en als hij op rood ging. En als de rode lichtjes aangingen, dan was het fout. En als de groene lichtjes aangingen, dan was het goed. Als jullie het raden, zou ik het geweldig vinden. Meneer Nijpels? Ik denk dat het een elektrospel is met die knopjes waar je een pinnetje in moet voeren. Hij heeft heel veel met elektriciteit te maken. Ook allemaal van die knopjes erop, maar dat is het niet. Het was ook niet te raden bijna naar deze, hoor. We gaan naar de B-omschrijving. Die is voor jullie van hetzelfde woord voor 10 punten. Komt van Christian, die is 8 jaar. En dat is dan weer de rust zelf, hè? Dan krijgt hij opeens een ding aan de telefoon en zegt hij van... Ik ben heel even weg, dag. En dan hoor je weer tuut, tuut, tuut.
En als je weer belt, dan zegt hij weer, ik ben heel even weg, dag. En dan tuut, en doe je het steeds weer en dan hoor je het steeds. Catherine, heb je een ideetje? Antwoordapparaat. Ja, is goed. Antwoordapparaat. 10 punten. Heel knap gedaan. We gaan naar het tweede woord. We beginnen ook gelijk bij jullie, Edwin en Catherine. Het eerste woord, de A-omschrijving dus, komt van Jean en Neil. En dat zijn twee zeer beleefde jongens. Heel deftige woorden zeggen. Niet van zo van... wat zeg je? Dan moet je wat zegt u zeggen. En zo is het. Dan moet je wat zegt u zeggen. Edwin, Catherine. Etiketten. I'm looking at you. Please give me some answers. Etiketten? Etiketten. Nee, reken ik niet goed. Ik wil toch een beetje dichterbij hebben. Ga naar Loes in Nijpels voor B-omschrijving van hetzelfde woord dus, voor 10 punten. Hier komt Ruben, hij is 8 jaar. Als er dan mensen op bezoek komen en die zijn heel deftig, dan moet je met 2 woorden praten. Algemeen beschaafd Nederlands. Algemeen beschaafd Nederlands. of zoals de eerste kind zei, bekakt spreken. Bekakt spreken. Ja, ze bedoelen het wat algemener. Het gaat niet zozeer om het praten, het zit wel in de buurt. Let goed op, hier komt de C-omschrijving van hetzelfde woord voor 5 punten. En die komt van Stefan, die is 8 jaar en die weet alles van winkelen. Dat doe ik wel eens. Zeg u mag wel voor. Bijvoorbeeld in de winkel, dan zeg ik u mag wel voor. Want u hebt te weinig spullen. Ja. U hebt zo weinig spullen, u mag voor. Catherine? Ja, beleefd. Ja, beleefd, dat was het. Ja. Ja. We gaan weer op voor de 25 punten bij het derde woord. We beginnen bij jullie. De A-omschrijving komt van Arnold en hij is 7 jaar. Nou, is het helemaal een heel groot rondje en dan zitten er allemaal manieren. En het is veel in Nederland, maar in veel andere landen is hij helemaal recht. En dan praten ze erover, maar als die ene helemaal hier daar in de hoek zit en de andere zit helemaal daar, dan moet die ene wel wat praten om de andere te laten. Om de anderen te laten horen. Het is allemaal zo lekker misleidend, hè? Hebben jullie een ideetje? Zeg helemaal Loes. Loes? Ja, ik dacht aan regering, maar... Regering is niet goed, nee. Het zit jullie wel tegen, hoor. Het zit allemaal wel steeds een beetje in die hoek, maar het is net iets anders. De B-omschrijving, die komt van Johan en hij is 9 jaar. Dat is dat mensen, dan krijgen kinderen vrij... Gaan ze met elkaar praten. Bijvoorbeeld dat de school gaat sluiten of zo. En dan mogen we over de middag niet naar school. En dan blijven ze zeg maar tot 3:30 daar praten. Ze kunnen dus tot ook tot 4:30 eventueel praten. Hè? Hou je niet aan de tijd ja, vast. Denk hè? Je niet? Ja. Even van een vergadering. Ja, vergadering. Ja. Ja. 10 punten erbij. Ja. En komen we aan het laatste woord in deze ronde. Beginnen we bij jullie, Catherine en Edwin. De A-omschrijving komt van Arnoud en die is 8 jaar. Ja, dat is net zoiets als wind, alleen dus hartstikke hard. Gaat hartstikke hard en dan gaan alle blaadjes die kant op of die kant. Nee, het gaat heel hard draaien. En dan gaat het helemaal zo... Gaan de blaadjes door elkaar. En dan gaan ook de blaadjes uit de bomen of zo, als die helemaal geel zijn of zo. Hè? Ideetje? Orkaan? Orkaan. Ja, ik moet het goed denken. Was een wervelstorm, vind ik toch hetzelfde. Ja, vind ik. Kunnen we even de overwinningstoon horen? Juist. Oh, wat een hinder. 25 punten erbij. En dat betekent, dames en heren, dat de stand is na deze ronde... 80, nee, meer nog erbij zelfs. 105 voor Edwin en Catherine. En 55 voor Loes en de heer Nijpels. Applausje naar deze ronde, alstublieft. Ja. We gaan naar de bonusronde en die beginnen we met het team wat het laagst staat. We zien Edwin zit de boel weer gek te maken. Maar hij zal misschien niet lang meer voorstaan.
Voor 25 punten krijgen jullie een aantal kinderen 45 seconden lang achter elkaar te horen. Kijk het filmpje helemaal af en geef dan antwoord. Hier zijn Arnold, Jeffrey en Marit. De auto's gaan dood en de schapen en de vogels gaan dood. En op het laatst is alles dood. Dan is dit helemaal van kolen, de wereld. Nou, sommige mensen roken te veel en gebouwen roken ook te veel. Komt het de wolken in, dan komt zure regen. Dat is niet goed voor de bomen. Dat is dat iedereen kapotte pennen op de grond gooien. En flesjes shampoo die heel vies zijn. En dat ze karren van Jacques Hermans of zo in het water gooien. En daar gaan alle vissen dood van, want ik heb heel veel dode vissen gezien. En dan gaan mensen er ook nog in zwemmen. Maar ze weten veel nu. Wat ze hebben gedaan met die zijn doodvrij en nu proberen ze er wat aan te doen. Want het staat nu 11:55. Oh. En als het 12 uur is, dan is de hele wereld van kolen en dan is niks meer, niks helemaal meer. Ach, is dat nou niet lief, hè? Nou, waar proberen wij met z'n allen nou wat aan te doen? Vervuiling. Ja, we krijgen het goed. Milieu, vervuiling is goed. Milieu. 25 punten. Ja, is goed. Tweede bonusronde voor Edwin en Catherine. Ook voor 25 punten. En zij kijken vol spanning. En die wordt gegeven door Mark, Alexander, Michiel, Jascha en Ruben. Zet hem op jullie. En dan komt met de post een blauwe envelop binnen. En dat mijn vader moet betalen. En dan gaat hij altijd schelden. Misschien... 5 keer in de maand. 1 keer in de maand. 3 keer. Ongeveer. Ja. Hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. En dat is een envelopje. Dat is groen. En als je het krijgt, dan ben je een vreselijke meur. En dan moet je weer betalen. Als je dat niet betaalt, word je uit je huis gehaald. Konden jullie de laatste horen? Als je het niet betaalt, word je uit je huis gehaald. Ja, ja. Ja, het is belasting of aanslagbiljet, hè? Belasting was het. Ja. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Edwin gaf voor de verandering maar weer eens 2 mogelijkheden. Dan kunnen we alle kanten uit. We gaan naar de laatste ronde, de drukknopronde. Dat is dus bij de les blijven voor jullie. Zodra je weet waar ze het over hebben, hup, knal op die rode knop. En elke keer kun je 25 punten verdienen. Kijk uit wat je zegt. Is het fout, gaan we naar het andere team. Krijgt ook 25 punten. Hier is de allereerste. Die is van Jascha. En die is 10 jaar, maar zeer misleidend. Er zijn allemaal groene banken en ze zijn allemaal op een rijtje. Maar ze zijn er niet allemaal tegelijk. Er zijn meestal alleen de... Loes. Trein. Is niet goed. Is niet goed. Hij zei op het laatst... Ze zijn er niet allemaal tegelijk. Ze zijn meestal alleen de belangrijkste. Tweede Kamer of zo? Binnenhof. Oh. Binnenhof. Ja, vind ik goed. 25 punten. Jammer, meneer Nijssel. Het was heel, heel misleidend, hè? Het kwam erop omdat ze er niet altijd allemaal waren. Zo wist ik het zeker. Het is voor het goede doel. We rekenen het goed. Hier is de tweede, is van Renate, die is 10 jaar en die geeft echt een hele goede uitleg. Dus daar kun je gelijk op reageren. Als we over de grens zijn, dan zijn we er niet meer. Dan zijn we meestal op vakantie. Of moet iemand die vrachtwagenrijder is, die moet meestal naar een ander land of toe om het product daarheen te brengen. En als hij dan weer terugkomt... En vrachtwagenchauffeur? Vrachtwagenchauffeur is niet. Maak het filmpje af voor jullie, Catherine en Edwin. Dan is die weer hier. En dan is het meestal zo. Catherine, denk je dat je het weet? Vooral dat eerste kon een hulp zijn, hè? Ik geef jullie allemaal nog even de kans. Dan lees ik die eerste zin nog even voor. Ook Loes en Nijpels. Als we over de grens zijn, ja, dan zijn we er niet meer natuurlijk. Loes. Vakant. Binnenland. Binnenland! Dat was het. Heel goed. Heel goed. 25 punten.
We gaan naar de derde in deze ronde. Komt van Frank, die is 7 jaar en die mist wat, geloof ik. Maar hij is wel aardig. En nogmaals, neemt u ons niet kwalijk als tocht, hè? Ja, het is een vrouwtje. Die heeft hele mooie kleren aan. En, Nou. De koningin? Nee, die hadden we al gehad. Nee, dat was er niet. Dat was er niet. Ze ziet er wel mooi uit altijd. Ik wist dat ze keek. We maken hem af voor Edwin en Katrien. Dan gaat ze dood. En dan komt de prins en die kust haar en dan wordt ze weer wakker. Door een roosje. Oh ja. Sneeuwwitje? Nee. Wat zeg je? Nou, door een roosje. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Rekenen we ook gewoon goed, dus een beetje een rommeltje. Dat betekent dat de stand is geworden 155 voor Katrien en Edwin. Is 1550 gulden maar liefst. En 125 voor Loes en de heer Nijpels, 1250 gulden. Betekent dat de winnaars zijn Edwin en Katrien, dames en heren. Geeft mij gelijk goed de gelegenheid om jullie allemaal even dank te zeggen. Katrien, hartstikke bedankt dat je hier was. Fijn om je te hebben. Het was mijn eer. En heel veel succes met je ontbijtshows. En zorg dat je er zo uit blijft zien. Er zal niemand zeuren over 4:30. Katrien Keil, dames en heren. En dan natuurlijk ook vanwege ons goede doel. In het aanbevelingscomité zit hij, de heer Ed Nijpels. Uw applaus, dames en heren. Hartelijk dank. En ik zeg tot volgende week Dingersdag tegen Loes Haasdijk en Edwin Rutte, ons vaste panel. En dan gaan we eventjes weer naar onze geldmeter. Die krijgen we weer heel mooi in beeld. U weet het, we hadden 5300 gulden de vorige keer. Er komt 2800 gulden bij vanavond. Dat betekent dat wij maar liefst al 8100 gulden hebben voor het Ronald McDonald Huis. Dames en heren. Dat is een heel mooi bedrag. En voordat ik dan afscheid van u neem, gaan we eventjes nog natuurlijk zoals gewoonlijk naar onze uitsmijter. 2 weken al achter elkaar een hele leuke en vanavond is die weer prima. Verzorgd door Jacob. Hij is 6 jaar, zingt voor ons zijn allerlaatste hit. Is even de tekst kwijt, maar geen probleem verder. Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen. Huilend, huilend de hele dag alleen. Sta op, meisje lief, en doog je traantjes af. Kies een kindje uit de kring die met je dansen mag. Tra la 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 la, tra la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ik heb het niet zo goed, meneer, maar ik denk dat dit het wel goed was. Lieve mensen, dit was Dingers. Tot volgende week, Dingersdagavond, zelfde tijd, NCRV, dan zijn we er weer. Bye bye! Dingers! Je weet het maar hoe heet het, dat is Dingers! Je hoort alleen het woord dat je zegt Dingers! Ik denk dat dat een brengt zo'n idee. Maar valt niet mee.